naam is Wiep Venna de Jong en ik kom al jaren met ontzettend veel plezier op het eiland. En ik vind het fantastisch om de boeken die ik lees over de Schelling met jullie te delen. Afgelopen week heb ik dit boekje gelezen. Het is Nathalie van Aukje Schol. Het is een vrij dun boekje en het is makkelijk te lezen. Op het strand, in je hotelkamer of lekker in je huisje. Aukje is de dochter van de beroemde boekenboer Teunis Schol. Teunis overleed vorig jaar en Aukje besloot terug te gaan naar de Schelling en het werk van haar vader voor te zetten. In de haven van de Schelling verdween 20 jaar geleden in een hele donkere nacht tijdens een schoolreisje het meisje Nathalie. Ze viel in het ijskoude water en niemand heeft haar ooit weer gezien. Haar vrienden van toen, Loesje en zeer zelf ingenomen zakenman Erik, labiele aan make-up verslaafde Sophie en kettingrokende manipulerende Eva, gaan ieder jaar terug naar de Schelling om hun schoolvriendinnetje van destijds te herdenken. Maar dit jaar gaat kunstenares Annemarie mee. Ook zij was erbij toen Nathalie verdween. Wat weet zij van de altijd nog niet ophelderde verdwijning? Over Nathalie werd tot dan toe amper gesproken door de drie vrienden. Maar dit jaar is alles anders. En de zaak komt op scherp. Wat was de rol van de anderen? En wat voor spel spelen ze? Wie weet er nou precies wat er gebeurd is in die dramatische nacht, 20 jaar geleden? Is Annemarie degene die de antwoorden kan geven? Of was er destijds veel meer aan de hand? Hier en daar zitten wel wat schoonheidsfoutjes in het boek. De confrontatie tussen Erik en Sophie is er meteen al. Die spanning en wat ze de laatste 20 jaar met elkaar gedeeld hebben, dat had wel wat beter uitgewerkt kunnen worden. En zo zijn er meer situaties die wel heel snel worden verteld. Ook de karakters hadden wat meer uitgediept kunnen worden. En bovendien schrijft Aukje vanuit 4 perspectieven en die volgen elkaar heel snel op. Dus je moet heel snel kunnen schakelen bij het lezen van dit boek. Maar het is heel erg de moeite waard. Gewoon lekker lezen over de Schelling. Bovendien komt voor Merum heel erg aan bod. Het kleine dorpje, de boekenboer, de molen, Wrakkenmuseum en natuurlijk de hotspot, de Rustende Jager. Heel leuk. Volgende keer ga ik dit boek lezen. Els Kerkhoven, Wie kent de Schelling? Ik verheug me er heel erg op.